Bij de horecaacademie vinden we het heel erg belangrijk dat mensen lekker aan de slag gaan. Dus we zijn helemaal niet bezig met heel veel theorie of heel veel boeken. We zijn vooral bezig met praktijk. 90% van de lessen die we hier worden gegeven is echt praktijk geënt. Slechts 10% is theorie. De rest doen ze, het theoretische gedeelte, doen ze via een e-learning programma thuis. Dus in eigen tijd en eigen tempo kunnen ze dat doen. Het is kleinschalig, relatief kleinschalig, waardoor de kwaliteit gewoon heel erg naar voren komt. Het zijn goede chefs, waarvan je gewoon veel meer persoonlijke begeleiding krijgt en veel meer leert. De combinatie van leren en werken vind ik echt onwijs leuk. Ik werk 4 dagen in de week gewoon in Gouda bij de Zalm. En 1 dag in de 2 weken hier op school om vooral je theorie toch hier te doen. En de theorie die je hier leert, die voeg je weer toe in de praktijk. Mijn verwachtingen van het begin van de opleiding waren eigenlijk heel erg anders dan dat ze nu zijn. Ik had verwacht dat er heel veel structuur zou zijn, net zoals bij andere opleidingen, dat er echt een docent voor de klas staat van dit ga je doen en zo moet je het uitvoeren. En dat was eigenlijk heel anders, bleek later. Je wordt eigenlijk veel meer beroep gedaan op je eigen kennis en kunde en je eigen ontwikkeling. Want je moet zelf proberen om er iets van te maken en dan word je heel vrij gelaten. We hebben zowel voor de keuken als voor de bediening kokniveau 2 en 3 en we hebben gastheer, gastvrouw. En daarnaast hebben we voor leidinggevende niveau 4 opleidingen. Dus dat is leidinggevende keuken en horeca ondernemer manager. Dat is echt gericht op de vakman die is doorgegroeid in zijn vak en nu een leidinggevende functie heeft gekregen.